Twee ploegen die dus wat goed te maken hebben na een nederlaag in de laatste ronde afgelopen vrijdag. Toch nog 1900 mensen naar Helmond gekomen, naar het Solar Unie Stadion. 17 keer heeft Helmond al verloren en hier bijna de achterstand. Maar Haverkotte, katachtige, bijna onmogelijke reflex op een inzet van dichtbij van Mitchell van Rooyen. Kijk, hier komt Van Rooyen helemaal in de 1-op-1 en dan is het aluminium. Hij kotte ook nog eens een keer heel goed gezind en gunstig gezind. VVV heeft de bal. Jos Luhukay heeft het wat dat betreft deze avond scherper voor elkaar gekregen dan Swinne. Die een reactie vermoedde van zijn ploeg. Maar die reactie blijft eigenlijk achterwege. Het is een beetje slap verdedigen en het continu laten van de bal aan de tegenstander. Het enige opvallende eigenlijk onder Swinne is de overwinning op Emmen. Die kwam dan wel weer vrij onverwacht. Aanval nu via de verdediging. Want hier is Boy Rijt. Boy Rijt kapt en nou, dat scheelt niet zo heel veel. Bal gaat voorlangs bij Delano van Crooy. Eindelijk een teken van leven van Helmond Sport. En dat moet dan het begin zijn van een soort van ommekeer in een wedstrijd. Waar in het eerste kwartier in elk geval VVV herenmeester was. Wie kan er schieten? Je kunt het allemaal eens proberen. Ja, dit is Sander Verrijken, middenvelder van Helmond Sport. En een poging die net iets te hoog is. Hier is weer Verrijken. En kijk eens, oh, met een gestrekt been richting de tegenstander. En Gerrit, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, toont nog enige clementie. De spelers van VVV vinden dit eigenlijk wel een rode kaart. Daar kun je het mee eens zijn. Hij is wat opgefokt en dat blijkt hier ook. Kijk maar wat hij doet. Boom, hij tikt hier. Terwijl Braken nog een omhaal heeft die in de handen van Haverkotte terechtkomt. Maar hij tikt hier een tegenstander in het gezicht. En dan krijgt hij weer geel waar, als je dit kijkt, eigenlijk gewoon een tweede rode kaart op zijn plek was geweest. Hij is eraf, hoe dan ook, een Helmond Sport dat toch al niet in best te doen is. Moet dan dus met 10 man verder tegen VVV. Het gek genoeg pakt het in eerste instantie helemaal niet zo slecht aan. Want het balbezit is voor de thuisploeg. En hier is een aardige kans. En dit is zelfs het doelpunt van Jesse Hendricks. Maar op het moment dat hij denkt we kunnen gaan vieren en we hebben gescoord, ziet hij dat er een vlag omhoog is gegaan en dat het dus buitenspel is. We gaan richting de rust. Het balbezit voor VVV dat twee wedstrijden op rij niet scoorde en dat dus ook wil goedmaken. En hier vermoedt dat de bal met de hand wordt gespeeld door Robin van der Meer. Kijk, Venema hier met het schot. En inderdaad, dit is Hens. Dit is namelijk een redding waar Haverkotte jaloers op zou zijn. Het wordt niet gezien door de scheidsrechter. Hier nog een kopbal. Die gaat niet richting de goal. Maar Helmond Sport moet in de verdedigende stellingen blijven. Het is makkelijk combineren zo. Het is ook makkelijk voorzetten en uiteindelijk makkelijk scoren. Dit is Carl Johansson. Hij opent op slag van rust de score. Op aangegeven van de Gobi. Kijk, die mag wel heel makkelijk deze voorzet geven. Dan gaat er ook nog iemand onderuit. En dan is het 1-0 voor VVV. Eigenlijk is dat ook wel een terechte tussenstand. En ook in de tweede helft is VVV direct vanaf de aftrap de ploeg met het meeste gevaar. De 10 uit Helmond dan proberen het met man en macht. Ja, dan zitten dingen ook niet mee. Maar moet hij toch wel Luhukay gaan organiseren. VVV dat de play-offs eigenlijk zag verdwijnen na de 4-0 tegen Eindhoven. Inmiddels een flink aantal punten minder heeft dan directe concurrent NAC. Goede redding hier trouwens weer van Haverkotte. Die levert dan wel kwaliteit in die goal. Maar ja, heeft zoveel te doen dat daar altijd wel eens een slippertje tussen zit natuurlijk. Kijk, het oogt ook een beetje weinig met passie. En hier is, ja, een echte spits. En die scoort zijn vijfde. Gekomen in de winterstop van Jong FC Utrecht. Gehuurd. En dit is natuurlijk een doelpunt te maken. Dit is al zijn vijfde. Inmiddels voor de ploeg waar hij dus recent aansloot bij VVV. En dan zitten de Venlonaren eigenlijk op rozen. Hier weer eens een poging waar Haverkotte zich dan weer op kan onderscheiden. Het schot is van Juri Schrooy. De thuisploeg wordt weinig weer vernomen, behalve dan van de supporters die af en toe eens wat op het veld gooien. Maar ja, dat ben je eigenlijk ook gewend. En dan deze buitenkant voet, Venema, dan moet Haverkotte weer vissen. En is het feest daar in die hoek, dat gebeurt de Helmond Sport supporters ook wat te veel. Het is de 18e nederlaag, er is al 10 keer thuis niet gewonnen.
En ook nu neemt VVV de punten mee. Helmond Sport VVV 0-3.